Hallo en welkom bij de video. In de vorige video heb ik dit prachtige platform gebouwd waar ik nu op sta. Alleen zoals jullie kunnen zien is dat nog helemaal leeg. En daar gaan we dus even verandering in brengen. We hebben hier natuurlijk nog steeds onze prachtige cactus die we in aflevering 1 hebben gebouwd. Alleen ja, daar woon ik natuurlijk niet meer. En dat is ook duidelijk wel te zien, want het is echt uitgestorven hier binnen. En zoals ik in mijn vorige video zei, wil ik daar een aantal dingen gaan verkopen. Alleen ja, daar moeten we dus wel een aantal farms voor bouwen. En daar komt dit prachtige platform dus van pas. In deze video gaan we twee hele prachtige fabrieken bouwen. Eentje voor cactus en eentje voor bamboe. Dus laten we maar direct beginnen. Ik heb hier drie prachtige kisten staan. En zoals jullie kunnen zien heb ik alles al verzameld. Ik ben natuurlijk altijd druk bezig voor jullie. We hebben drie volle kisten met materialen voor deze twee prachtige fabrieken. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En ja, zoals je misschien al hoort, Esmeralda is er ook nog steeds. Laten we beginnen met de cactusfabriek. Gaan we die helemaal afbouwen en dan wisselen we daarna door naar de bamboefabriek. Oké, het eerste wat we moeten doen is gewoon een groot gat graven. En zoals jullie kunnen zien is dat ook aardig gelukt. Het is niet een heel groot gat, maar een gat is een gat. Nu is het tijd om hem op te vullen met cactus. Want we gaan een cactusfarm bouwen natuurlijk. Wat dacht je dan dat we aan het doen waren? Een bietenfarm? Nee hoor, een cactusfarm. Ik heb mijn armor maar even aangedaan, want er zit een heks en een zombie in. En het is niet echt heel veilig meer. Maar zoals jullie kunnen zien schiet de cactusfarm al aardig op. Het is een heel simpel ontwerp, er hoeft helemaal geen redstone bij en zo. Dus laten we hem gelijk maar even afmaken. Oké, de hoogte is nu ongeveer wel bepaald. Het enige is, zoals jullie kunnen zien, mijn cactus is op. Dus we vullen even wat waterbuckets met water. En wat we dan moeten doen is strategisch water plaatsen, zodat het allemaal daar naar beneden valt. En dan weer door een lift omhoog gaat. En als ik het zo zie, dan ja, dan klopt het. Kijk, als ik hier nu mijn bucket ingooi, dan gaat hij hier de hoek om en... Hij vliegt heel snel ineens omhoog. Oké, en zoals jullie kunnen zien hebben we nu gewoon een werkende farm. Ik bedoel, zo moeilijk is het ook niet. Alleen ja, het ziet er nu echt gewoon spuuglelijk uit. Gelukkig hebben wij een explosie. Yeah! Toen stond er gewoon ineens een gebouw en een cactus. En zo te zien staat mijn gebouw ook in de fik. Dat is niet helemaal de bedoeling. Wat is er hier aan de hand? Hoe kan dit nou in de fik staan? Het is concrete. Ik dacht het is wel leuk om een beetje lava erin te verwerken. Alsof het echt een fabriek is en de dingen gesmolten worden en zo. Maar vervolgens gaat zeg maar mijn gebouw in de fik. Dus we houden het nog even en we kijken of hij het volhoudt. Maar je komt hier binnen, dan kan je naar de cactusfarm kijken. En die is bijna inmiddels helemaal gevuld met cactus. Dan kan je hier omhoog. Kom je bovenaan. En hierboven is het redelijk leeg, maar ik ga ook niet zoveel inrichting doen. Alleen al die cactus gaat naar beneden en die komt hier in deze kist uit. En zoals je kan zien werkt die al hartstikke goed. En dan is het nu tijd voor de bamboefarm. En gelukkig hoeven we voor de bamboefarm niet zo'n diep gat te graven. Zoals je kan zien hebben we het eerste gedeelte al gedaan. Het huis gaat er eigenlijk een beetje... Nou, eigenlijk gewoon precies hetzelfde uitzien van buiten. Alleen dan in plaats van een cactus komt er daar een grote bamboe. En in plaats van een cactusfarm zal er natuurlijk een bamboefarm komen. Dus laat ik in plaats van een explosie een keer wat anders doen als overgang. Ik beloof het, het zal geen explosie zijn. Het was toch een explosie. Maar dat maakt helemaal niet uit, jongen. Die is niet zo moeilijk doen nou. Zoals jullie kunnen zien. Ja, ja. We hebben een prachtige bamboefarm. Hij is lelijk. Hij is chaotisch. Maar ja, dat is natuurlijk precies hoe een farm hoort te zijn. Hoe die precies werkt is in principe heel simpel. De bamboe groeit. Die groeit tot de observer hem ziet. Die geeft een redstone signaal naar de piston. En de piston die gooit hem in het water. Het water leidt hem helemaal hierheen. Zorgt dat hij hier omhoog komt. En uiteindelijk zal het hier eindigen in de kist. Net zoals aan de andere kant. Ongelooflijk. Alleen weet. Wederom ziet het er gewoon echt heel lelijk uit, zoals jullie kunnen zien. Leuke cactusfarm, lelijke bamboefarm. Leuke cactusfarm, een lelijke bamboefarm. Gelukkig heb ik daar echt een mooie manier voor. Hey, waar ga ik heen? Nee, ik kom terug. Nee. Het is ongelooflijk. We hebben gewoon twee prachtige fabrieken gebouwd. Zoals je kan zien ziet de bamboefabriek er hetzelfde uit als de cactusfabriek. Ze zijn eigenlijk soort van naar elkaar gespiegeld. De ene heeft water die omhoog gaat, de andere heeft lava die naar beneden gaat. En voor de rest zijn ze bijna hetzelfde. Nu is het 1:30 s'nachts en ga ik lekker naar bed. En dan ga ik morgen wel uitgebreid aan jullie laten zien wat ik nou eigenlijk allemaal hier gebouwd heb. Want voor mijn gevoel ben ik echt letterlijk poep aan het praten op het moment. Dus slaap lekker bamboefarm, slaap lekker cactusfarm en slaap lekker. Kijk. Ik slaap lekker naar jullie. Wacht eens even. Jullie gaan helemaal niet slapen. Jullie gaan gewoon verder kijken. Want het is gewoon ineens de volgende dag. Ja, zo snel gaat dat. Jongens, ik heb gisteravond tot mega laat doorgebouwd. Omdat ik het echt af wilde hebben. Maar zoals jullie kunnen zien, de bamboefarm en de cactusfarm is helemaal af. Voordat ik jullie echt een iets uitgebreidere rondleiding ga geven, heb ik hier gezien, jongens, volgens mij...
Waar is hij? Ik heb hier een kat gezien net in de buurt. Een zwarte kat. Vandaar dat ik vis in mijn handen heb. Hallo? Mousie, waar ben je? Ik ben niet het spoor opgegaan, toch? Ik weet zeker dat ik hier een kat heb gezien net. Ik ben echt niet gek. Voor mijn opname zag ik een zwarte kat lopen. 100%. En nu ben ik hem kwijt. Oh, ik wilde zo graag een huisdier. Goed, het huisdier zal maar even moeten wachten. Ik ga even laten zien hoe ik het heb gedaan. Ik heb het al laten zien volgens mij gisteravond. Maar ik was heel moe, dus ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd. Je komt hier binnen. De trapje moet nog gewoon helemaal geoxidized worden. Dan heb je hier een paar machinekamers die er gewoon leuk uitzien, zoals dit. Nou, hier doorheen kan je naar de cactusfarm kijken. Alleen die moet nog even vullen. Dan kan je hier omhoog. En dan hier. Het staat nog steeds af en toe in de fik. Maar alle cactussen die vallen naar beneden. En die gaan dan via een watersysteem gaan ze omhoog. En dan komen ze hier terecht, zoals jullie kunnen zien. Werkt die echt al heel goed. Dus laten we ook eventjes gelijk proberen om dit helemaal te fixen. Even kijken tot in hoeverre wij overal cactus kunnen toevoegen. Ik ben helemaal naar beneden gevallen. Nou, kan ik wel het systeem laten zien. Je gaat hier erin. Dan ga je hier over het ijs. Dan kom je hier in de waterlift. Ga je omhoog. En dan kom je in deze hopper terecht. En dan kom je in de kist terecht. Laten we even goed even proberen om alles hier helemaal vol te bouwen. En dan plaatsen we de laatste cactus hier neer. De rest gooien we naar beneden. Want het komt toch in het systeem. Ook al kon ik het zo in de kist gooien hier. En als het goed is gaat hij dan van 11. Gaat hij naar 12, 13, 14, 15. 16. Oftewel, hij werkt hartstikke goed. Nou, dan is dat natuurlijk mijn prachtige cactusfarm. Er zit helemaal geen redstone verder in verwerkt. Dan gaan we even naar de andere kant. Dan kom je namelijk in het bamboegebouw. Oké, okay, hier begint de ingang wel al goed te oxidizen. Hier heb je wederom dezelfde lift omhoog. En als je dan boven komt, ziet het er eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Gewoon lekker simpel. Alleen hier heb je links een simpele bamboefarm. Dat een beetje op dezelfde manier werkt. Alleen je zit een klein beetje redstone in. Heel simpel gewoon. En dan eindigt het hier met echt extreem veel bamboe al gewoon. Ik ben erg tevreden met hoe dit in elkaar zit. En goed, terwijl ik dit allemaal aan het bouwen was, jongens, hoorde ik de hele tijd mijn postalarm afgaan. Dus ik dacht, laat ik nou gewoon eens kijken wat er aan de hand is. Toen bleek het dus dat ik post had gekregen van Joris. En de post, jongens, de post is geweldig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diamonds. Cadeau voor je vloeren. Bedankt voor je gedicht. Van Joris voor Max. Ik heb natuurlijk in de vorige video een prachtig gedicht aan Joris geschreven. En dit is gewoon zijn bedankje. En met voor je vloeren bedoelt hij natuurlijk dat ik mijn diamonds bijna allemaal uitgeef aan honing. En dan heb ik goed nieuws voor jullie. Het is eigenlijk vooral gewoon goed nieuws voor mij. De honingprijzen zijn omlaag gegaan. Je kan nu voor één diamond een hele stack krijgen in plaats van een half stack. Dankjewel Floor en René voor dit. Goed, ik wil deze aflevering een beetje in de buurt blijven van mijn farm. Want ik wil aan het einde kijken hoeveel er nou daadwerkelijk in zit. Dus ik dacht de beste tactiek daarvoor is door misschien eindelijk een keertje dit grasveldje hier even mooi te maken. Ik dacht eraan om hier gewoon leuke tuintjes te maken. En dat zou in principe een hele simpele taak moeten zijn. Dus laten we eerst al deze bloemetjes en grassprietjes hier weghalen. Gooien we dat op het dak van Char. Nou, trouwens de blauwe bloemetjes hou ik, maar de rest gooien we op het dak van Char. Haha. Vandalisme. Pakken we even wat prachtige grasblokken. Vullen we het helemaal op met gras natuurlijk. Hallo. Hoor je mij? Ja. Ik hoor jou. Heb je mijn fabrieken al gezien? Het zijn mijn bamboe- en cactusfabriek. Oh my god, ik besef me nu pas dat dat bamboe is en dat een cactus. Wat dacht je dan dat het was? Weet ik veel. Groene vlekken. Je ziet al duidelijk dat het gewoon bamboe is en een cactus. Nu wel. Eerst niet. Oh mijn god. Goed, hebben wij nog veel leaves? Minder dan dat ik zou willen. Laten wij dan even wat scharen maken. Maken we er gewoon 3. Gaan we even naar het dichtstbijzijnde bos, namelijk helemaal daar. En dan gaan we gewoon even tegen de natuurfondsen in het bos kappen. En eigenlijk zou ik het niet echt als kappen zien, zie je het meer als snoeien. Dus de blaadjes groeien wel weer terug, weet je. Het is gewoon even de bomen snoeien. Zo erg is dat niet voor de natuur, jongens. Een beetje alles op orde houden, hoort erbij. Oké, ik denk dat we op het moment wel een beetje genoeg hebben, dus laten we maar gauw teruggaan. Oké, dan gaan we even kijken. Ik denk dat ik gewoon wil beginnen met heel simpel het pad langs het pad hier liefst te plaatsen. En we gaan maar gewoon wat doen, jongens. Ik heb geen idee hoe dit gaat eindigen. Ik denk namelijk dat dit al gewoon heel veel gaat toevoegen. Oké, in principe voegt dit inderdaad al heel wat toe dat hier gewoon zo'n bosrandje zit. Dat maakt het gewoon iets meer één geheel. Voegen we dat hier sowieso eventjes netjes toe. Doen we op die mosblokken hier, doen we gewoon van die, hoe heet die dingen? Azalea leaves of azalea boompies. Doen we die hier nog 6 en dan hoop ik dat ik nog meer heb, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Oh, we hebben ook nog flowering azaleas. Dan kunnen we ze een beetje mengen. Kijk, wat we dan doen is we gooien er gewoon overal gooien we er eentje tussen. Zo, waardoor ik er uiteindelijk weer 3 overhoud. En die laatste 3 kunnen we dan natuurlijk gewoon weer hier plaatsen. Hoppa, hoppa. Oh, en... nee, dit is wel goed trouwens.
Ah, dat voegt al gewoon een beetje gezelligheid toe dat er van die kleine boompjes staan. Dan laten we precies tegenover het magazijn even een ingang bouwen. En die kan in principe ook heel simpel zoals, even kijken, zoals dit. Zo. Moeten we daar natuurlijk ook stairs toevoegen. Die moeten er wel even mooi oxidizen. Dan is dat de ingang voor de tuin. En dan hier wil ik wel gewoon lekker met zo'n typisch tuinpad wil ik dingen gaan doen. Dat gaat dan een beetje wild, gaat dat alle kanten op. Zo. Nou, dit is nog niet helemaal ideaal. Zo ja, perfect. En dan hier gaat een enkel pad heen. Dan denk ik een leuk uitzichtpuntje hier. Zo, dan kan je hier kan je mooi naar uitzicht kijken op de basis van Char. Kijk, dit ziet er toch ook leuk uit. Oh, dan kan ik even genieten na een lange dag Minecraften. Wat hebben we het ook weer moeilijk. Dan voegen we even aan de randjes van de paden hier. Waar je eigenlijk het meest loopt. En dan hier trouwens ook tegen gras moeten we ook zo doen. Gewoon op de plekken waar je denkt dat je het meest loopt. Zo doen we even van die randjes. En dan denk ik dat de roze cherrybomen een heel mooi contrast gaan geven. Ineens een hele lichte kleur. Laten we het even testen en hopen dat die groeit. Oeh, die groeit niet mooi. Die vind ik een beetje gek gegroeid. Hij hangt een beetje tegen mijn lantaarnpaal aan. Is niet precies wat ik in... Nou, op zich, het is niet eens zo verkeerd dat hij over het pad heen hangt. Laten we er ook nog eentje hier doen. Even kijken wat die doet. Oh nee, die groeit niet. Poging 2. En oh, die groeit. Die groeit wel mooi. Dit is precies zo'n boom die ik wilde eigenlijk. Ja, dat roze voegt wel wat leuks toe hoor, jongens hier. Gewoon een beetje kleur. Al moet ik zeggen, er is al veel kleur, maar alles is zo zwart-wit natuurlijk. Ja, dat roze voegt wel veel toe, jongens. Het is natuurlijk allemaal best wel zwart-wit. De enige andere kleur is blauw en oranje. En dan af en toe dus nu groen. Maar dat roze voegt zeker wat toe. Dan gooien we er hier ook nog eentje. En die groeit ook heel... Oeh, ja, die groeit zeker leuk. Gebruiken we even wat fences met lantaarns om de boel toch een beetje op te kunnen lichten hier. En hier kunnen we zelfs zo doen. Nee, ja, dat is prima. En dan daar een lantern aan. Hetzelfde kan eigenlijk hier ook gewoon. En ik heb echt mijn twijfels over deze boom. Ik vind hem gewoon... Ik ga hem weghalen. Het is hem gewoon net niet. Laten we het gewoon opnieuw proberen met een andere boom. Ja, dat is beter. Ik denk dat dit... Ja, dit is een stuk beter gewoon. Dat is... Ja, perfect. Perfect. Lijkt hij nog een beetje op die andere boom? Kunnen we hier ook nog een lantaarn laten hangen? Hier en daar nog een blaadje langs het pad. Waarom niet, weet je? Oh, die is niet. Dan hier een klein waterplekje. Fliep, floep. Bliep, bloep. Doen we daar natuurlijk ook een beetje koorstuurt omheen. Wat leuke bloemetjes. Die gooien we sowieso natuurlijk een beetje overal. Gooien we ook wat van die leuke blauwe bloemetjes erin. Want het is natuurlijk en blijft natuurlijk de blauwe bloemenberg. Waar we op wonen. Die moeten wel hier en daar een beetje terugkomen. En omdat dit watertje natuurlijk bij de prachtige bamboefarm staat. Wil ik ook wat bamboe hier verwerken. Alleen ja, bamboe wordt natuurlijk zo mega belachelijk lang als je er niks aan doet. Dus wat ik daar nou voor geregeld heb. Is gewoon wat strings meenemen. Als ik ze dan een beetje zo laat groeien. Zoals dit. En trouwens, dan moet het niet zo. Dat moet anders. Dat moet ik met boomwiel dan natuurlijk doen. Kijk, dan ziet hij er mooi uit. En dan een string erbovenop. Dan kan hij niet meer langer groeien dan dit. En op die manier kunnen we een beetje gewoon een leuk bamboehoekje creëren. Kijk, dit ziet er toch leuk uit. En het zal nooit groter worden dan hoe het nu is. Boommielen we even hier in het water. Voegen we nog even zelf wat gras toe. Ik denk niet dat ik op de grond hier ga boommielen. Want dan komen er allemaal bloemetjes bij kijken die ik niet wil hebben. Dus ik denk dat ik gewoon zelf even een beetje hier en daar het gras doe. Enige is dat mijn gras op is. Gelukkig hebben wij natuurlijk een schaar. Dan kunnen we hier gewoon gras hakken. Dan hebben we in één keer weer genoeg gras om wel gewoon het leuk op te vullen hier. Is het leuk om hier ook gras op te doen? Of ziet dat er een... Nee, dat ziet er heel gek uit. Kijk nou ineens wat een gezelligheid deze straat heeft, jongens. Het was allemaal een beetje kaal en ja, het was wel leuk en zo. Maar als je het nu gewoon zo ziet als je rondloopt, dit is toch geweldig. Zo begint onze basis langzaam een beetje leven te krijgen. Ondanks dat het een moderne fabriek hoort te zijn. Goed, het enige wat dan nog mist is als je deze kant hier oploopt, dat het hier nog een beetje kaal is. En ik had wel een leuk idee voor hier. Dus laten we dat heel even snel bouwen. A few moments later. Goed, de laatste details zijn toegevoegd. Ik ga het even laten zien. Ik heb op die plek daarachter heb ik een soort van oude wensput gemaakt. En normaal staat hier een dak op, alleen die is ingestort. Dat kan je ook aan de oranje blokken zien die eromheen zitten. En dat er mos is gevallen. Of meer overheen is gegroeid. Dus ik gooi één bucket erin en ik wens... Op 500 diamonds. Dan hier heb ik het wel gewoon met hooggras helemaal volgebouwd. Zodat je een beetje kan zien dat het, ja, het stopt hier. Weet je, de tuin. Je kan niet echt. Je kan wel verder, maar er is gewoon niks verder. En het ding was, elke keer als ik van Char hier beneden kwam. Als we even op dit dak springen. En je was hier lekker aan het ronddwalen. Je ding aan het doen. En je wilde terug. Dan moest je of de berg beklimmen. Of je moest helemaal naar de lift die daar bij meneer KB zijn varken is. Maar nu, als je hier langs de dieren gaat. En je gaat hier de berg in. Dan heb je hier gewoon een leuk waterliftje. En die brengt je precies de tuin in. Hoe leuk is dat? Dan markeer ik deze
deze tuin officieel als af. Daar ben ik er helemaal blij mee. Dan gaan we nu nog even een paar laatste details toevoegen aan de straat. En dan wil ik kijken of mijn cactus- en bamboekisten helemaal vol zitten. Al denk ik niet dat ze helemaal vol zitten, maar ik denk wel dat er gewoon genoeg in zit. Goed, en voor die eerste details gaan we even wat extra licht toevoegen. Want het is hier altijd zo donker, net voor de ingang hier van het magazijn. En dat is een simpele taak. We voegen hier gewoon een redstone torch toe, lamp erop en dan met wit glas. Hetzelfde aan de andere kant. Ja, dat is leuk, jongens. Dan hebben we toch wat extra licht. Ook even bij dit fietspad. Fietspad, wat zeg ik nou weer? Ook even bij dit zebrapad hier. Oké, en als ik het zo bekijk, het wordt nu toevallig nacht. Kunnen we even kijken waar het nog meer donker is? Bij de ingang hier van mijn bos, van mijn parkje, is het een beetje donker. Maar ook hier nog steeds op de rotonde. En ik heb daar wel een idee voor. Als we nou gewoon eventjes simpel hier een lampje toevoegen. Alleen op de onderste rand en daar dan het zwarte glas plaatsen. Zo. Ik denk dat dat wel een subtiel lampje ook kan zijn. Ja, oh, dat is zeker een subtiel lampje dit. Dan is de rotonde eindelijk ook een beetje belicht. Daar is het sowieso nog heel erg donker. Maar dat, ja, trouwens, daar kunnen we lampjes aan toevoegen. Ik denk dat het leuk kan zijn als we hier gewoon... Dat is een perfect lamp. Oh nee, ik wil eruit, Trouwens, misschien is hij mooier als hij eentje lager staat. Als we hier het lampje... Oh, veel beter. En weer een zombie. Ik heb een déjà vu. Oké, jongens, meneer KB is aan het aftellen in de chat. Dan wordt het weer dag. Hij heeft namelijk de dag nodig op het moment. Dus laten we snel kijken waar het nog donker is hier bij de ingang. Ah, skeleton. En voor de rest vind ik het wel meevallen. Voor de rest vind ik het eigenlijk wel mooi... Ja, misschien daar bij het postkantoor is het nog donker. En zoals jullie kunnen zien, wordt de nacht langzaam overgeslagen. En is het gewoon weer dag. Ja, en dan sta je ineens in de fik, hè? Stom stinkskelet. Wat ga je er tegen? Oh, nee, niet op mijn schieten. Ah, auw, ah. Eén hartje. Wat is jouw boog ongelooflijk goed. Goed, en dan is nu het moment van de waarheid. Hoeveel hebben onze fabrieken, onze farms opgeleverd? Laten we beginnen in de bamboefarm hier. Gaan we even met de lift omhoog natuurlijk. Hoppakee. En hij heeft opgeleverd. Oh, daar ben ik echt... heel tevreden mee. Dit is wel echt al helemaal top. Ik gok dat de cactusfarm iets minder heeft opgeleverd, omdat hij iets minder snel is. Maar ik hoop dat hij ook wel gewoon een aantal stack heeft opgeleverd. Oké, ik moet zeggen, ik had misschien iets meer verwacht, maar het is wel op een tempo waarvan ik trots kan zijn. Waarvan ik denk, ja, oké, dit is goed genoeg. Ik bedoel, het is helemaal geen grote cactusfarm zoals je kan zien. Dus dat het feit dat het in een uurtje tijd, laten we zeggen, dit heeft opgeleverd, is eigenlijk op zich ook wel weer een beetje teleurstellend. Maar goed genoeg voor mij. Snorremans. Ik heb geen content. Nee? Heb jij wel content? Ik heb, ja. Kom maar. Willen ze dit echt zien? Ja, weet ik niet. Ik weet niet eens wat ik ga doen. Hoe kom ik naar boven? Hier, dit pad volgen. Nee, terug. Hier, deze ja. Ja. Heb je nog een lift gemaakt? Dit is de tweede lift, ja. Kijk. Jemig. Ja, dan kom je in mijn tuin terecht gewoon. Leuk, een tuin. Leuk, hè? Een tuin, ja. Een hele mooie, tuin, gewoon. Wat is de content? Ja, daar heb ik echt heel lang over nagedacht. Wat is dit? Ik heb... Wat? Dit is mijn wensput. Maar hij is vervallen. Hij is oud. Hij staat hier al decennia's. Maar ik hoor van oud werelden mensen dat je nog steeds wensen kan doen en dat ze mogelijk uitkomen dan. Dat is echt zo. Maakt niet uit hoe gek de wens is. Serieus? Ja, dat is echt zo. En moet ik er dan iets ingooien ook? Ja, wat jij wil. Iets wat dierbaar is voor jou. Klein beetje dierbaar, maar hoeft niet heel erg dierbaar te zijn. Een wortel. Ik wens een miljoen! Een miljoen wat? Dat maakt niet uit. Gewoon een miljoen. Maar er gebeurt niks. Mijn wens komt niet uit. Kan even duren, het is niet direct. Wat is dit? Dit is een omgevallen boom met een trapdoor er tegenaan. Wauw, mooie details. Wow. Ja, en we hebben hier nu een bamboe en cactusfarm. Nee, werkend. Joh. Ja, werkend. Weet je wat nou, ik vandaag gewoon heb gemaakt? Nou? Een bamboefarm. Nee. Ja. Dat geloof ik niet. Kijk dit dan. Maar nu hebben we allebei een bamboe. Zullen we... Oh, nu breng je me op een idee. Kijk. Wat doe je? Nee, de levers doen naar beneden niks. Waar moet ik heen? Naar boven. Kijk, we hebben hier... hij doet het goed hoor. Het is een klein farmpje. Maar hij doet het goed. Wat ga je doen? Hij is niet mensproof. Zit ik nu vast? Je zit nu inderdaad vast. Oh nee. Hij is niet mensproof. Ja, maar ik wil het even bekijken van dichterbij. Ik kan beter de andere kant pakken hier. Help! De andere kant is misschien wat meer mensproof. Gooi even een touw, dan klim ik naar boven. Hier. Blok. Oh nee, die gaat natuurlijk ook de farm. Nee, ik heb ze. Oké. Kijk, ik doe ze gewoon hier. Dit werkt. Kijk, wacht. Ik ben professional Minecraft. Kijk. Je bent professional Minecraft trouwens. Je ziet het, hè? Je ziet het. Ja, maar hij werkt goed. Kijk, hij zit ook helemaal vol gewoon. Oh joh, lekker joh. Ja. Goed. Oh, hier gaat iets mis.
Hoezo? Nee, maar dat gaat vanzelf. Zodra nieuwer, dan duwen ze elkaar, weet je? Dat gaat goed. Oké, leuk. Dan gaan we nu naar de andere kant. Die is nog mooier. Dat is jouw favoriete farm, heb je hier. Gewoon de befaamde, de bekende cactus farm. Oh, nee. Ja, maar hij is klein. Hij is klein. Dat is voor groene verf. Dat heb ik nodig. Ja, daarom. Ik heb, kijk, en hij doet het goed. En weet je, omdat jij mijn toekomstige klant gaat zijn, mag jij gewoon 2 stack pakken. Gewoon als klein cadeautje. Echt? Ja, als klein cadeautje. Dat vind ik lief. Ik ga veel meer nodig hebben, dus ik kom sowieso shoppen in je shop. Ja, de winkel bestaat al. Hij moet alleen nog gevuld worden. Ik ging laatst dus, vandaag, ik ging minen. 20 minuutjes. Minen in de craft. Ja, in Minecraft. 33 diamonds. 33? 33. Ik ben echt rijk. Ik ga nu een winkel maken en heel veel geld verdienen aan jou. Maar ik moet toch... Je ziet je mondje ook echt onder je snor. Oh nee. Nee, die winkel gaat gemaakt worden. Komt goed. Nou, dat vind ik leuk. De cactus winkel. Maar waarom heb je een bamboe farm gemaakt dan? Nou, weet ik niet. Ik dacht leuk. Ja, ik ga ook nog namelijk een sugarcane en misschien een mosfarm bouwen. En die komen op dat andere platform. En dan is dit maar groene. Dit lijkt eigenlijk wel op sugarcane. Ja, ik moet ook zeggen, dit is ook stiekem niet tegen mensen. Dit is eigenlijk sugarcane. Alleen, ik was het vergeten. En toen had ik een bamboefarm gemaakt. En toen keek ik naar buiten en dacht, wacht, dit zou een sugarcane farm worden. Dus ik weet eigenlijk ook niet waarom ik een bamboefarm heb gemaakt. Oh nee. Ik heb een bamboefarm gemaakt zodat ik nooit meer een boom hoef te kappen. Zodat ik lui kan zijn. Voor wat? Voor sticks? Ja, en planken gewoon. Oh, je kan er natuurlijk hout van... Oh nee, dan heb ik heel bewust een bamboefarm gemaakt bij deze. Superhandig. Superhandig, inderdaad. Maar ik ben wel heel hard aan het werken, zodat ik lui kan zijn. Zodat je lui kan zijn. Dat is mijn ding. Dat snap ik. En dan nu is het tijd om even naar Rick Forrest te gaan. Daar zal je hem al hebben. Kijk hem staan met zijn bel in zijn handen, onze houthakker. Hey. Hey, meneer Forrest. Hallo. Goeiedag. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. 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 Maar niet avond. Goedenavond. Goedenavond, hé. Hey. Goed, hé. Hey. Hey. Hey, heb jij even een momentje voor mij? Hoe groot is het momentje? Hoe groot moet ik het... Nou, heel eventjes. Ik denk dat je wel echt gewoon een klein momentje van me moet gebruiken. Oké, nee, dat heb ik wel. Heb jij kantoor? Zeker. Ik heb een luxueus kantoor. Die verwacht ik wel echt veel hoor. Gewoon in van jou. Prachtige houtzagerij. Ja, kom mee. Ja, dit wordt spannend. Oké, waar is het kantoor? Even kijken, het kantoor is hier. Yes. Gaat u zitten, meneer. Daar ben je. Ja, het kantoor is nog aan de aanbouw. Ga even zitten. Goed, meneer Forrest. Ja, welkom meneer bij deze meeting. Die wilde jij starten. Wat is er aan de hand? Nee, ik wou geen meeting. Jij komt letterlijk net naar mij toe. Nee, jij zei ik wil meeting doen met z'n tweeën en dan gaan we het over zaken hebben. Nee. Oh, sorry, dat was ik inderdaad. Hé, ik heb een mogelijke potentiële deal voor jou. Mag ik even naar jouw voorraad van hout kijken? Zeker. Loopt u mee. Even kijken hoor. Even koekeloeren. Ik heb hier al mijn prachtige... Heb je dat allemaal gezien? Ja, dat heb ik allemaal al gezien. Ik heb zelfs al hout gekocht laatst. Ja, dat is super. Ja, oké. Wat verkoop je allemaal? Ik heb hier nu momenteel mijn 2 special requests. Oh. Hoe heet het? Joris die wil graag 22 stacks. Maakt niet uit wat voor hout. Dus die ben ik momenteel aan het verzamelen. Ja. En ik heb hier een special request van Char. Die wou 10 birch en 10 stacks spruce. Oké. Die heb ik hier dus al klaar liggen. Dus die kan ik zo snel mogelijk gaan uitleveren. Oké. Maar, wat verkoop je? Verkoop je hier zo te zien acacia? Ja, klopt. Verkoop je birch? Je verkoopt dark oak. Je verkoopt cherry. Cherry, inderdaad. Cherry. Dan verkoop je normaal hout. En dan verkoop je ook nog spruce. Juist. Maar weet je wat je hier nog mist, voor mijn gevoel? Vertel. Bamboe. Ja, bamboe heb ik hier. Maar dat is heel duur. Dat is best duur hout, hè? Klopt. Klopt, dat klopt. Ja. Oké, wacht. Kom jij eens even mee met mij? Ja, ik kom even mee. We gaan even een stukje wandelen hier in het donker. Ja, lopen we even langs Venetië hier gewoon? Ja, mooi. Heb je de deur gezien van Venetië? Nee. Is er een deur? Een specifieke deur? Een specifieke deur. Ik zou zeggen, dit heb ik net vanmiddag van Char gezien. Ja? Ik zou zeggen, sla de deuren open met een grand entree. Maar we hebben gewoon 1 deur gemaakt in plaats van 2 deuren. Ik heb geen idee. Je loopt echt direct tegen gewoon hout aan. Of tegen de muur. Maar het is wel leuk, dit. Oh. Jawel, toch? Maar, toch even een tukje doen. Lig je lekker. Ik heb heerlijk geslapen. Fijn. Oké, nou, ik ben benieuwd wat je wil laten zien. Ja, kom jij maar even mee. Hey, gezellig dat je er zomaar spontaan ineens bent. Wat doe je hier? Ik kom hier voor post.
mijn post is niet goed aangekomen. Oh nee, het heeft niks met post te maken waar we hier voor komen. Kijk, als we even naar mijn twee prachtige nieuwe gebouwen toe lopen hier. Oh, is dit een primeur weer? Dit is geen primeur. Ah, verdorie. Jammer voor je weer, hè? Nee, kijk, we hebben hier mijn prachtige cactusfarm. Maar wat bamboe. Is dat daar? En bamboe. En weet je wat ik daar heel veel heb? Cactus. Nee, kijk, zoals je hier kan zien, bamboe en heel veel bamboehout natuurlijk. Ja. Maakt hij er gelijk blokken van? Nee, dat doe ik. Ik maak er blokken van zelf. Ik maak er zelf blokken van. Maar ik dacht, misschien kunnen wij een soort dealtje sluiten dat jij het bij mij kan kopen. En dan kun je het weer verkopen in jouw winkel. Hmm. Ja, dat is wel goed, hè? Klinkt wel goed. Ja, dat is wel goed. Dat je dan 3 stack koopt en dan verkoopt voor 2 of zo daar. Weet je, voor 1. Hoeveel verkoop je? Ja, ik verkoop nu 1,5 stack voor 1 diamond. 1,5 stack voor 1 diamond. Nou, dan kan je bewijzen van voor... 2 stack ik bij mij drie inkopen. Stacks bij jou voor 1 diamond. Nee. Daar moeten we dus even goed over onderhandelen. Ja, ik vind 3 stacks voor 1 diamond vind ik een hele schappelijke prijs. Nee, jij verkoopt 1,5. Weet je hoe duur... Kijk, dit is zeg maar wat... Je gaat visueel maken. Dit verkoop jij hier, wat je hier ziet, voor 1 diamond. Ja. Dus ik dacht, wat nou als ik dan dit... Laten we zeggen, dit voor 1 diamond aan jou verkoop. Of dit. Dit voor 1 diamond aan jou verkoop. Nee, ik vond dit wel... Voor je schappelijke. Ja, dit vind ik wel schappelijk. Dit dan, om een compromis te sluiten. Ja, dit vind ik wel schappelijk, ja. Nee. Oké, dit dan. Ja, oké, dit is nee, goed. Hou nog maar gewoon. Nu ben je helemaal mal. Nu ben je helemaal de weg kwijt. 16, dan hebben we een compromis. Als jij nou elke keer 2 stack en 16 bamboeblokken van mij koopt voor 1 diamond, dan verkoop jij ze door voor 1 stack, voor 1,5 stack. Dan maak je uiteindelijk wel gewoon winst, weet je? Ja, en dan hoef je er zelf geen moeite voor te doen. Mijn bamboevorm gaat door. Misschien dat ik hem wel groter maak binnenkort nog. Ja. Oké. Daar heb je heel weinig voor te doen. Dat is toch goed? Dus jij geeft mij 2 stacks en 1/4. Ja. Dus een kwart. 2 stacks en 1/4. En dan kan jij ze doorverkopen voor 1,5 stack. Oké. Ja, dus we hebben wel een goeie. Denk er even over na. Ja, ik... Ben je het ermee eens? Ik zal het helemaal netjes voor jou neerleggen hier gewoon. Dan kan jij zeg maar kopen wanneer je wilt. Ja, oké. Ja, dat is voor, het gaat fout. Kijk, zo leg ik het voor je neer. En dan hierboven, dat moet ik natuurlijk nog allemaal gewoon craften. Ja, overig, ja. Okay. Ja, daarom. Zie je, dit gaat goed, hè? Het gaat snel, de productie hiervan. Ja, nee, zeker. Ben je het daarmee eens? Laat me even nadenken. Ik laat je even nadenken. Ja, ik moet even naar buiten turen om even... Ik ga wel wat staren uit waar je aan nadenken, als je het niet erg vindt. Nee, dat vind ik prima. Ik kijk wel in je ogen aan. Dat vind ik wel wat fijner om na te denken. Ja, kijk goed. Kijk diep in mijn ogen. Ik kijk heel, heel diep in je ogen. Ik kijk echt heel diep in je ogen. En, wat zie je? Ik zie... Je moet wat vaker knipperen, denk ik. Ja, ik heb geen oogleden meer. Die zijn verbrand bij een ongeluk. Ah. Oh. Ah, weet je wat, omdat ik zielig vind, gaan we het doen. Oké. Nice, goede deal. Oké. Ik heb je opgelicht. Oh, je huis staat in de fik, man. Ja, dat hoort erbij. Dat is deel van attractie. Nee, maar oké. Dan kan je hier voortaan gewoon je 2 stack en 16 kopen voor 1 diamond. Ja. En dan kan je het doorverkopen. En dan ben ik jouw leverancier en jij verkoopt het gewoon, weet je? Ja, nee, dat vind ik goed. Dat is een goeie. Dat ga ik wel dit even binnenkort uitbreiden, omdat er wel echt meer komt hier gewoon. Ja, nee, dat is oké. Nee, oké, wegwezen hier. Hey, ik wil niet dat we zo zaken gaan doen. Oké, anders... Ik ga even officiële plek om mijn hand op te drukken. Ja, gewoon een handje schud. Handje klap. Ja. In mijn kantoor. Ik heb ook een kantoor. Ja, heb jij een kantoor? Ja, mijn kantoor is professioneler dan jouw kantoor. Ja, maar mijn kantoor is nog niet af. Ja, mijn kantoor Ik heb geen prioriteit gesteld in mijn kantoor. Hier is mijn kantoor. Welkom bij mijn kantoor. Je dakterras. Ga zitten. Ik zit. Hier heb ik een keer de klacht ontvangen van Justin. Ja, wat was de klacht? Ja, omdat ik geen postzegels had opgestuurd. Oh ja, dat klopt. Ja, dat zei hij tegen me. Ja, dat is echt treurig was het. Hey, je hand erop schudden. Kom, 3, 2, 1. Zo, ho. Dat was best een goeie, was dat. Ja. Dat was serieus een goeie. Ik snap nu wegwezen. Oké, niet zo doen nou. Ga dan. Ga weg dan. Ga dan, rennen! Nee, niet mijn hoofd! Oké. Het is mijn hoofd geroofd. Je wou gelijk alweer mappen, hè? Ja, ik miste. En ik ga winnen, dat kan ik je vertellen. Ik heb een gloednieuwe ex van Char gekregen. Hé, sorry, oké. Het was een geintje. Nee, oké, goed zaak te doen, Rick. Ik heb wel Sharpness 5 erop. Ik niet. Ik wel. Oké. Doei. Nooit meer doen, want anders is de business nieuw voorbij en dan kom ik het gewoon halen. Nee, is goed, is prima. Oké. Ik stuur je nog wel een contractje op. Ja, is goed, joh. Ja, oké. Hey, doei! Hey, doe een wandel gezellig door mijn tuin anders even. Doe je tuin? Ja, ik heb tuinen nu tegenwoordig. Dus nu heb je tuinen? Ja, gewoon tuinen. Hoe kom je aan deze boom? Gebouwd. Helemaal blok voor blok. Van mijn hout? Nee, ik heb hem gewoon geplant.
Hier gaat een klacht over komen. Hoe kom ik hier ook weg dan? Gewoon springen! Gewoon springen! Ja, maar het is doodlopend. Ja, dat is gewoon even... Ik zei kijken door mijn tuin. Nu moet ik weer terug. Ja, nou, dat is toch wel mooi. Je vloer is hier nog niet af. Ja, dat ga ik doen. Oké. Doei. Hey, was was leuk. Was op zich een beetje gezellig. Wow, viel mee. Hey, hoe kom ik hier nou naar beneden dan? Ja, springen! Ja, jongen. Gaan we gewoon springen. 3, 2, 1. Oké. Nou, dat was ook weer ons momentje met Rick. Jongens, ik vind het wel een goede deal. Ik vind het zeker een goede deal om dat met Rick te doen. Dan heb ik ook nog wat. Ik zei dat ik het eigenlijk in mijn eigen winkel wilde gaan verkopen. Maar aangezien bamboe, het enige wat je ermee kan doen is wel hout maken en misschien dan sticks. Ik weet niet wat je nog meer echt met bamboe kan, scaffolding en zo. Ik denk dat ik dan de bamboe zelf in mijn eigen winkel ga verkopen, maar de bamboe blokken doorverkoop aan Rick. Dan heb ik er zeg maar, heb ik sowieso een vaste klant, weet je? Hele goede deal. Weet je wat nou ook gewoon een hele goede deal is, jongens? Dat is als jij nu even op dat duimpje omhoog klikt. Dat is gewoon echt gewoon oprecht iets wat je even moet doen. En als je toch op dat duimpje omhoog hebt geklikt, kijk dan even lekker deze video. Jeetje, wat een spannende video was dit, hè. Als je die kijkt en je... Het is niet normaal. Het is echt ongelooflijk. En dan nu spreek ik later, glaasje water, tot de volgende keer.